Al die gasten die opstaan, ze zijn geen breuken. Snap je? Ik ben breuken, snap je? Alleen ik. Doei! Gaat het wel goed, meentje? Hoi. Ik moet puur zijn, puur. Ik ben niet gemixt. Haal je me recht? Ik ben niet gemixt, ik ben puur. Zet dop, zou die hamer even. Ik weet toch een beetje melk. Ik vind het wel slim. Het goede van de melk. Als je het dus hebt over een schizofrene jongen die stemmetjes in zijn hoofd heeft. En ik hoor die stemmetjes niet. Als hij dus gaat praten in zichzelf of hij loopt naar beneden met bruintje bier en pindakaas. En dan denk ik, oh, hij is aan het praten, hij zit in conversatie met zichzelf. En dan denk ik, wat zeggen die stemmetjes nou tegen me? En hoe staan die stemmetjes in verhouding tot mij? Van krijgt hij opdracht om mij, dat weet ik dus niet, om mij iets aan te doen? Met brutaliteit. En met desnoods met geweld moet ik het zien te overleven hier op aarde, hier in deze wereld. Ja. Ik moet het zien te overleven omdat ik hou zielsveel van mezelf. En ik hou niet ervan om pijn te voelen. Nee, ik ben compleet en ik wil netjes zijn. Als mensen me pijn doen, dan kan ik iets worden die niet... En dan gaat hij ineens een pijp pakken en dan vraagt hij naar die hamer. En dan ineens zie ik een schaar liggen. Nou, ze zijn er honderden. Nou, een glas precies. Hij kan alles pakken. In wezen is alles een wapen. En dan ineens realiseer ik me, jeetje, wat is dit? Linkerwoel. Wat is die hamer? Die hamer. Waar is het dansen? Die hamer. Nee, laat die maar liggen, die is weg. Wat is die hamer? Dit is mijn wapen, man. Ik heb echt die hamer. Dit is mijn... Ik bedoel... Ik ben bruin. Oh, dat is de goede kleur, hè? Kijk. Oh, jongen. Bruin. Ik als normaal mens... krijg te maken met een wereld die ik niet ken. Ik kan mijn eigen wereld redelijk behappen. Maar de wereld die in zijn hoofd omgaat, die wereld die ken ik niet. Dat is een onderbewustzijn wat zo donker en eng kan zijn. En dat zie ik dan weer spiegeld in die ogen. En de uiterlijke kenmerken, die weet je dan zo langzamerhand. Dan denk ik, dat is iets waar ik niet meer bij kan. En dat is het onberekenbare van zo'n jongen dan. Waar hij zelf natuurlijk ook gigantisch last van heeft. Dus op die momenten moet ik niet in de buurt van die wereld komen. Want ik weet niet wat er dan kan gebeuren. Ik wil met niemand, niemand. Niet voor wat is niet bedoeld voor Hollanders, geen Antillianen, mensen van Curaçao, geen mensen van Suriname, geen Afrikanen, niemand. Geen Antillianen, niemand. Geen Suriname. Ik wil gewoon alleen zijn, hoor.